Hoi allemaal, welkom op mijn kanaal Creatief met Tess. Mijn naam is Tessa en vandaag gaan we de kerstla opruimen. En deze bestaat bij mij uit twee Alex ladekasten. En voor het organiseren ga ik weer die action verdelers maken. Net zoals in mijn gebruik bedoel ik. Net zoals in mijn andere video's. En hier haal ik dus eerst alles uit de twee lades leeg. En daarna gaan we ze organiseren in die bakjes. En hier gaan we dus beginnen. En ik heb zeg maar een plastic lade, een houtlaadje gemaakt. Deze kerstbomen zijn echt super leuk. En deze heb ik van de Action, die bladeren en al die andere dingen. Die zijn echt heel gaaf. Nog wat kleine sterren. Die je ook van hout. En ik maak een lintbakje. En dat ik de bovenste la opruim, dat is blijkbaar niet te zien. Ik bedoel, alles eruit haal, dat heb ik blijkbaar niet gefilmd of zo. Ik weet niet meer. Het is al een tijd geleden dat ik deze heb gefilmd. Dus dat is wel apart. Maar ja, je kan zo meteen ook wel zien hoe ik de bovenste la inricht. Dus dat is ook wel leuk om te zien. En ik heb ook al voorgestanste diecuts. Die had ik gekocht bij de Creabeurs in Rijswijk. Daar is zo'n stand. En ja, en ik weet dat het ook goedkoop is. Stel je koopt zelf een stans, dan kan je natuurlijk oneindig die gebruiken. Maar ik vond het wel leuk om die te kopen. Want sommige stansen wil je natuurlijk niet kopen, maar die wil je maar één of twee keer gebruiken of zo. Ah, en hier zijn we bij die lade boven. Daar komen allerlei papieren, stickers en stempels. Deels stempels, volgens mij heb ik onderin ook stempels. Ik weet niet helemaal zeker. Volgens mij komen hier papieren en stickers. En ik heb ook een bak met scraps gemaakt, zoals je ziet. Art journaling kaart en daarnet had ik ook kerstboomkaart, zeg maar in de vorm van een kerstboom. Hebben jullie nog iets leuks gedaan dit hemelvaartsweekend? En volgens mij was er ook suikerfeest. Misschien heb je wel suikerfeest gevierd? Oh, en in dit kleine bakje heb ik allemaal kleine stickers gedaan. En hier heb ik wat houten vormen. En die andere zijn die ster en die soort kerstbalachtige. Die zijn van gips gemaakt. Dus die ga ik ook nog een keer versieren.
En hier op deze stuk is wat donkerder. Ik had namelijk niet door dat het natuurlijk alweer wat donkerder werd. Alleen, zometeen doe ik wel weer licht aan, dus dan kan je het beter zien. En hier ga ik ze allemaal op de goede plek zetten. En nog een potje met stempels. Die had ik ook gekocht bij de Action. Ja, de meeste dingen die ik koop zijn bij de Action. Maar ja, dat wisten jullie natuurlijk al lang als je al mijn video's bekijkt. En hier zijn wat stempels die in dit vierkante bakje passen. En deze heb ik ooit bij de Wibra gekocht. Die vind ik echt zo gaaf, die twee houten stempels. Die heb ik ook in een video gebruikt, volgens mij voor het maken van inpakpapier. Ja, en ik ga dus inderdaad alle stempels onderin doen. Dus boven is alleen papier en stickers. Oh, en ik had als laatst ook nog wat kerstbomen erin gedaan, want... die glitterkerstbomen, daar had ik een hele doos van. Die vind ik zo gaaf. Dus elk jaar koop ik die weer bij. En dit is dus wat ik allemaal weg ga doen aan... Kerstspullen zijn niet veel, want ik hou gewoon heel erg van de kerst. En hier zie je hoe de lades eruit zien. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. Doei doei!